Smart Size Me is een boek van Ingrid Steenhuizen en Wil Overtoom. Een slimme manier om maat te houden en dit keer met eten. En Ingrid, waarom is dit boek zo afwijkend en bijzonder? Nou, we combineren wetenschappelijke inzichten over eetgedrag samen met managementtechnieken om meer grip op je eigen eetgewoonte te krijgen. Ja, klinkt heel wetenschappelijk. Is heel wetenschappelijk en we proberen ook de wetenschap voor een breder publiek toegankelijk te maken. En we combineren dat met managementtechnieken. Ja. Mijn partner Wil is manager en die heeft die technieken toegepast op eetgedrag en dat blijkt heel goed te werken. En ben je zelf wetenschapper? Ja, ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen. Okay. Ja. Wil, je bent manager hoor ik. In de voedsel? Ik zit niet in de voedselindustrie, zoals ik zeg. De managementtechniek hebben wij toegevoegd aan het boek. Omdat wij vinden dat als je lijf een bedrijf zou zijn, dat je dat zou moeten managen. Oh, jij zegt het helemaal, als je lijf een bedrijf zou zijn, ja. Noem eens een voorbeeld van een managementtechniek wat je dan toepast met dat eten. Nou, er zijn natuurlijk ontzettend veel managementtechnieken, maar bijvoorbeeld een techniek die wordt gebruikt is het smart maken van je doelen. Ja. Dus het specifiek en meetbaar maken, zodat je daar echt mee aan de gang kan. Ja. Nou, en jouw wetenschappelijke bijdrage, er zit natuurlijk ook psychologie, komt eraan ten grondslag, hè? Veel. Ja, en er zijn heel veel onderzoeken gedaan over portie en portiegrootte en hoe mensen daarop reageren wanneer ze meer en minder gaan eten. En die hebben we allemaal bijeengebracht in het boek om te laten zien hoe je dat toe kunt passen, zodat je niet te veel gaat eten. Ja, de hoofdmoot is gewoon eigenlijk, als ik dat zo begrijp, gewoon maat houden. Maat houden en wel blijven genieten van je eten. Toch niet makkelijk voor de mensen, hè? Nee, de omgeving waarin we leven is wel veranderd. Porties zijn groter geworden. Er is altijd eten om ons heen in hele grote hoeveelheden. En dan is het wel de kunst om dat een beetje in de hand te houden. Ja. Heb je mensen in je omgeving, heb je dat uitgeprobeerd op mensen in jouw omgeving? Ja, we hebben een aantal mensen gevraagd om de Smart Size Me tips uit te proberen gedurende een maand lang. En hun reacties waren dat het toch makkelijk toepasbaar is. Dat er voor iedereen een goede tip bij zit die ze kunnen toepassen. En dat het ook vooral iets is wat je blijvend kunt volhouden. Ja, oké. Okay. Nou, maat houden denk je, dat doen we met alles. Er zijn geen recepten meer nodig. Of toch wel, in dat boek? Nou, we schrijven niet van dag tot dag voor wat je wel en niet mag eten, want dat kun je prima zelf bepalen. Ja, maar er komen wel recepten in voor. Ja, we laten wel aan de hand van een aantal recepten zien hoe je gangbare gerechten zo kunt klaarmaken, zodat er iets minder calorieën in zitten. Zo kun je toch een lekkere portie blijven eten, maar met iets minder calorieën. En wie heeft die... Maartje Poelman, onze derde schrijfster, heeft die recepten toegepast. Oké. Okay. Nou, een heel bijzonder boek. Vooral dat managersgedeelte erin, dat is toch een nieuwe aanpak. Smart Size Me, een slimme manier om maat te houden. Een boek van uitgeverij Scriptum. Ik wens je hartstikke veel succes met jullie nieuwe boek. Dankjewel.